Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is vandaag samen met de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs, BO, begonnen aan een tweedaagse seminar. Het seminar is bedoeld om de rol van de inspectie binnen de huidige onderwijsvernieuwingen te bespreken, om zodoende verbeteringen te brengen waar nodig. Ad interim minister Krishna Kumari Mathura zegt dat dit seminar nodig is omdat het onderwijs vele uitdagingen kent. Met het nieuw beleid wil het ministerie meer leerlingen behouden in het onderwijsproces. Dus moet ik ervan halen we de standaarden die we met elkaar hebben afgesproken of halen we het niet? De betrokkenheid. Dus het is heel erg belangrijk natuurlijk dat ze gemotiveerd zijn, dat ze weten hoe die kwaliteitscontrole plaatsvindt, welke methodes zijn er, wat zijn de standaarden. Dus betrokkenheid is heel erg belangrijk. Maar het is nog, het heeft een extra dimensie in deze tijd van zoveel uitdagingen. Omdat je ziet dat mensen zelf struggelen met wat betekent die financiële crisis persoonlijk voor hun. En mensen struggelen ermee, mensen weten dat ze met hun persoonlijke uitdagingen zitten. Maar ondanks dat hebben ze een hele grote verantwoordelijkheid binnen de overheid. En die twee dingen in balans houden is zelf ook een uitdaging. Dus ik ben heel blij dat ze dan met elkaar discussiëren, met elkaar zijn. Dat er meer begrip ontstaat, dat ze meer inzicht krijgen in wat de situatie is. Mathura geeft verder aan dat de leiding van het departement zal nagaan binnen welke termijn de oplossingen die zijn voorgedragen tijdens dit seminar uitgevoerd kunnen worden. Er zullen prioriteiten worden gesteld gezien de beperkte beschikbaarheid van middelen. Ik ben geconfronteerd met sanitaire voorzieningen. Dat is absoluut een must. Daar gaan we met middelen voor zoeken. En sommige dingen dus zijn echt korte termijn. Dat gaan we kijken hoe we het op korte termijn kunnen oppakken. Sommige dingen zullen op de middellange termijn verschoven worden. En sommige dingen zullen we eigenlijk in tijd uitzetten van wanneer er meer mogelijkheden zijn. Maar in elk geval is voor ons elke insteek en elke oplossing en elke aanbeveling zullen we naar luisteren. Want dit is het veld, dit is heel belangrijk. Dit zijn mensen die eigenlijk in het veld zijn. Zij kennen het onderwijsproces, ze weten wat de problemen zijn in het onderwijsveld. Dus dit zijn de mensen die je echt van informatie moeten voorzien. Maar ook voor het beleid. Van als zij zeggen bijvoorbeeld de kwaliteit, de standaarden moeten hoger. De performance op een school is niet zoals wij dat zouden willen. Dat zijn eigenlijk handvaten om beleid te ontwikkelen, om beleid te maken. De bewindsvrouw erkent dat inspectie een belangrijke afdeling is binnen onderwijs, omdat zij het beleid mede helpen bepalen. Tijdens dit seminar komen ook de randvoorwaarden voor het adequaat functioneren van de inspecteurs aan de orde. Er zal ook gekeken worden naar de arbeidsvoorwaarden die daaraan gekoppeld moeten worden.